Ik zie hier wel een aandachtspuntje. Hij durft al eens van zich af te bijten. Zowel in de klas als op de speelplaats. Hij is weerbaar, dat klopt. En ik vind dat ook belangrijk. Letterlijk. Afbijten. Het mijn kind schoonkind fenomeen komt heel vaak voor. Maar dat is meestal toch gewoon fake news. En dan is het onze verantwoordelijkheid als school om de realiteit binnen te brengen. Nee, uw kind is niet per se de nieuwe Einstein of Steve Jobs. Uw kind kan net zo goed de nieuwe reus van de Bende van Nijvel zijn. Of Kim Jong-un. Bij wijze van spreken. Ja, ik schrik hier toch wel een beetje van. Dat is begrijpelijk. Het lijkt me dan ook niet onverstandig om hem de komende tijd een beetje kort te houden. Zeker omdat er ook lichte verschijnselen van ADHD en dyslexie geconstateerd werden. Maar dat zal u zelf ook wel al gemerkt hebben bij Ruben. Ruben? Ik zit hier voor Arend.